Vanuit het lectoraat zijn we ook betrokken bij de begeleiding van startende leraren. Wat hebben juist zij nodig als ze starten in de onderwijspraktijk? In deze video zie je een aantal voorbeelden van manieren waarop we dat in samenwerking doen. Maaike, kun jij iets vertellen hoe we vanuit het lectoraat samenwerken met verschillende scholen op het gebied van de begeleiding van startende leraren, dus de inductie van starters? We zijn momenteel bezig met een groep scholen om na te denken over hoe ze het inductiebeleid binnen de scholen kunnen verstevigen. We voeren het goede gesprek over wat inductie vraagt met elkaar. Dat is op zich al heel erg leerzaam en verrijkend voor scholen om van elkaar te horen hoe ze dat aanpakken. We verzamelen voorbeelden, good practice voorbeelden. Maar we zijn ook bezig om te kijken wat zijn nou de collectieve thema's. Welke behoeften spelen er nou in de scholen als het gaat om inductie. Om die te verzamelen en daar in een leernetwerk aanbod op aan te bieden. Eline, jij bent een van de onderzoekers die ook betrokken is bij onderzoek naar de begeleiding van startende leraren. Kun jij een voorbeeld geven van onderzoek wat we hebben gedaan in de afgelopen tijd? Ja, we hebben een onderzoek gedaan eigenlijk naar hoe de verschillende inductietrajecten op de 15 VO-scholen in Nijmegen zijn vormgegeven. Aan de hand van een startwijze hebben we gekeken naar wat zijn nou belangrijke kenmerken van zo'n traject. En hebben we door middel van groepsinterviews op de scholen, zowel met de starters als met de betrokkenen bij de begeleiding van de starters, groepsinterviews gehouden om te kijken van, hoe ziet nou zo'n inductietraject er bij jullie op school uit en wie zijn er allemaal bij betrokken en wat zijn daar positieve punten van, maar waar liggen ook nog verbeterpunten. Loes, waarom is het belangrijk voor de Nijmeegse scholen om aandacht te hebben voor de begeleiding van startende leraren? We hebben natuurlijk een enorm lerarentekort. Dat begint hier in Nijmegen ook echt vorm te krijgen. Dus we merken dat in toenemende mate echt een probleem aan het worden is. En we hebben heel veel startende docenten evengoed die in het onderwijs bij ons starten. Sommige scholen zelfs bijna 30 of 40 nieuwe mensen in een jaar. Die komen heel vaak direct van de opleiding. Nou, als je dan echt voor het echt gaat beginnen in zo'n baan, dan is dat natuurlijk super spannend. En zo'n beroep waar je in terechtkomt is ook heel complex. Dus het vraagt enorm veel verschillende vaardigheden. Je komt van de opleiding, je bent startbekwaam, maar dat wil nog niet zeggen dat je vakbekwaam bent. Dus dat is heel veel wat je tegenkomt in die eerste jaren, wat spanningen op kan leveren en wat zorgt dat er ook heel veel mensen weer uitvallen. En dat is natuurlijk super jammer. Dus zo'n inductietraject waar de meesten in terechtkomen is denk ik heel erg belangrijk.